Nee. Dan ben je Joachim Mulder, dan is het een wikker. Mrs. Ollie Bumble. Speeding's unnecessary when you wish to enjoy the beauties of nature, Tom Puss. I hope that next time you remember to fill the tank. Stop grumbling, Tom Puss. We must take our misfortunes with a smile. Have you ever heard me complain? Ollie B. Bommel en Tom Poes, geboren in 1941 uit het brein van Martin Toner. Tom Poes was er eerst. Ollie kwam een paar maanden later. In tientallen landen zijn ze bekend en geliefd, omdat de karakters voor iedereen zo herkenbaar zijn. En omdat hun belevenissen nog even actueel zijn als 20, 30 jaar geleden. Want nog altijd zijn er in ons leven meedogenloze bovenbazen die het overal voor het zeggen willen hebben. Er zijn nog altijd mensen die lucht verkopen, zoals Toner die beschrijft, de zogenaamde windhandel. Je hebt nog steeds van die excentrieke wetenschappers, zoals je die tegenkomt in de verhalen van Bommel en Poes. Tot begin juni maakt de theatergroep Opus One een tournee door ons land en speelt in een avondvullend stuk een van Toners verhalen. De Trullenhoedster, een prachtvoorstelling met zang en dans, met vaak bovendien zeer prikkelende teksten. En een grote rol in die voorstelling is weggelegd voor de voiture van deze heer van stand, de Oude Schicht. Gezellig. De zomer is natuurlijk mooi, maar het najaar heeft meer iets knus. Vind je niet, Ollie? Wat? Wat een toestand! Vrouwen in een toppositie, vrouwen in het leger en bij de politie. Al die wufte lachenbekken, dit is van de gekken. Vrouwen die werkelijk als man functioneren, dat kan ik als heer toch niet echt tolereren. Geen damesklets of vrouwenpraat, nu is het tijd voor een herendaad. We zijn niet voor niets in twee seksen verdeeld, zo worden de rollen al eeuwen gespeeld. Oh nee, ik vind dat uitstekend, mij hoor je niet klagen. Niemand anders dan zouden de normen vervagen. Ieder heeft taken, men doet wat men kan. Maar een echt goede arts blijft toch altijd een man. Nou, Ollie, dat is... Nee, juffrouw Donner, zo is het. Mooi. Ze zijn te gezellig, ze kletsen te veel. Vrouwen zien nergens het grote geheel. Ze denken niet logisch, ze willen het voelen. Dus blijft het een raadsel wat vrouwen bedoelen. Oh ja, ze koken wel lekker, maar let op, zelfs dan, een echt goede kok is toch altijd een man. Ollie, kijk eens even wat je doet. Ik voel mijn bestaan nu toch werkelijk bedreigd, want je weet wat je hebt, maar niet wat je dan krijgt. Geloof me nou maar, dat wordt niks met die vrouwen. Daar is geen beslissing aan toe te vertrouwen. Het gaat om het kunnen en om de know-how. Want waarom is anders de paus nooit een vrouw? Ollie, zo mag jij niet praten. Ik vind het een heel goed idee, hoor. En je zal zien dat de stad er veel beter op wordt. Let maar op. Vrouwen die werkelijk als man functioneren, dat kan ik als heer toch niet echt tolereren. Ha! Geen damesklets of vrouwenpraat. Nu is het tijd voor een herendaad. Prachtig. Wie die voorstelling bezoekt, raakt eens te meer overtuigd van het feit dat de avonturen van deze heer van stand van alle tijden zijn. En toch, nadat de strip sinds de oorlog praktisch onafgebroken in een van onze kranten te lezen was, stopt juist deze dagen NRC Handelsblad met het publiceren van de dagelijkse avonturen van Ollie B. Bommel. Want, zegt de krant, we hebben alles van onze nationale heer van stand nu zo'n 5 keer herhaald en het is welletjes. Dit tot groot verdriet van de hartstochtelijke fans van Bommel en tot ongenoegen van de schepper van dit kostbare Nederlandse cultuurgoed zelf, Martin Toner. Heeft u hier in de studio een eenvoudige, doch voedzame maaltijd genuttigd?
Dank u zeer, ja. Het was zeer gast 2. Het smaakte wel. Zeg, dat klinkt toch niet zo gek van die krant, hè? Die zegt, na al die herhalingen is het wel eens mooi geweest. Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen, hoor. Zij hebben het wel gezien, natuurlijk. U nog niet? Nou, ik vind het jammer, want er ontgaat hun natuurlijk veel stof op die manier. Nieuwe generaties, hè. Maar voor die krant vind ik het jammer, maar ik kijk er niet tegenaan, hoor. 50 jaar lang heb ik daarvan geprofiteerd en dat is heel mooi. Ja, u heeft wel een behoorlijk cynisch ingezonden stuk geschreven in NRC Handelsblad, waaruit ik toch opmaakte dat u eigenlijk vindt dat het best nog even door had kunnen gaan. Het had gekund, ja. Ja, het had gekund. Hoe vindt Bommel het zelf? Heeft u het hem al verteld? Het kan hem niet zoveel schelen, hoor. Nee, hij is getrouwd, hè. Ja. En Poes? Die is op reis. Ja. En u weet niet eens waarheen waarschijnlijk. Nee. Is dat leven van die Bommel nu heel erg veranderd? Want aan het eind van alle verhalen, u bent al ruim 10 jaar geleden gestopt met schrijven, is hij dus getrouwd met Doddeltje uiteindelijk, hè? Is het leven daardoor heel erg veranderd? Want wij weten dat niet meer. Nee, ik weet het ook niet, hoor. Nee. U bent het zicht kwijtgeraakt. Ja. Ja, de verhalen gingen namelijk dat hij het eigenlijk een beetje met Joost hield, hè? Dus ik moet daaruit de conclusie trekken dat hij misschien toch biseksueel is. Oh ja, daar keek ik van op. Dat heb ik nooit achter Joost gezocht, hoor. Nee, maar achter Bommel wel? Nee. Het gekke is dat de meeste beroemde stripfiguren zijn eigenlijk seksloos, hè? Maar Bommel heeft nu toch uiteindelijk voor een vrouwtje gekozen. Ja, dat is merkwaardig, ja. Maar het was ook zijn einde, hè. Is Doddel een goede partij voor? Ik hoop het. Dat weet u allemaal niet meer, hè? Nee, wat heerlijk. De verkiezingen komen eraan. Zou Bommel stemmen? Is dat iemand die gaat stemmen? Nee, die gaat niet stemmen, nee. Nee, hij gelooft niet in diplomaten. Waarom niet? Hij denkt dat ze allemaal jokken. Of weet hij dat ze allemaal jokken? Ja. En zou hij op televisie naar goede tijden, slechte tijden kijken? Die ken ik niet, helaas. Nee. Nee. Ik ben uit het land. Ik ben in Ierland en daar kan ik helaas Holland niet zien. Nee, nou, ik kan u de 1498 afleveringen wel opsturen als u daar prijs op stelt. Joost zou wel kijken. Oh ja. Ja, Joost zou van soaps kunnen houden, want Joost is natuurlijk iemand die hele goedkope wijn in dure flessen doet. Juist. Ja, die weet hoe het leven is, ja. U zei het al even, Ierland, 30 jaar geleden, meer dan 30 jaar geleden bent u daar naartoe gegaan. U woont daar in dat prachtige huis wat ik ooit heb mogen filmen. We zijn daar helemaal door het huis gelopen. Ik was daar geweldig van onder de indruk. En ik had meteen de indruk toen ik dat land binnenkwam dat u dat al getekend had voor u daar ooit geweest was. Dat is ook zo, ja. Ja, waar ik het vandaan haalde, weet ik niet. Maar het was wel een herkenning toen ik er kwam. Ze zeiden tegen me, je moet naar Ierland gaan. En ik zei, daar regent het altijd. Dus dat doe ik niet. Ja, maar dat is het land wat je altijd getekend hebt. Dus toen was ik heel nieuwsgierig en ik ben er gegaan. En dan was ik zo getroffen dat ik toen meteen tegen mijn vrouw zei, hier wil ik blijven. Dus ga jij nou maar naar Holland en hef de zaken op, want ik blijf hier. Toen is ze me duidelijk gemaakt dat dat niet praktisch was. Het was het ook niet. Nee. Maar u had ook iets met de Ieren, niet alleen met het land, hè? Het was alles. Het was de hele sfeer, alles wat erbij hoorde. Ja. De Ieren zelf ook. Ook de manier waarop ze verhalen vertelden. Dat is een land waar nog verhalen zijn. Als je het over Bommel hebt, hè? U heeft het vaak genoeg gezegd, alles wat je maakt is deel van jezelf. Ja. U heeft toen ook al gezegd, Bommel is iemand die mij ontzaggelijk aanspreekt. Want hij is het gevoel en Tom Poes is het verstand. U vindt het gevoel in het leven interessanter dan het verstand? Ja, veel interessanter. Het gevoel is datgene wat je drijft. Het verstand is de zeef eigenlijk, waar het doorheen gaat. En dan is het te hopen dat hij niet te fijn is, want dan komt er niks meer door. Maar de intuïtie, wat je met een duur woord inspiratie noemt en zo, dat is allemaal gevoel. Het komt allemaal uit de geest. Nou, het gekke was, u heeft vaak gezegd, een deel van mij zit in Bommel en omgekeerd. Maar die Bommel vond ik in het begin toch een aardig patsertje. Dat kan ik in u eigenlijk niet ontdekken. Nee, hij heeft zich gebeterd. Ja, hij heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt, hè? Ook tekentechnisch. Want u heeft het zich waanzinnig moeilijk gemaakt, hè? Met die Bommel met al die ruitjes. Want die moeten natuurlijk meebewegen in die strips. Ja. In het begin zag je gewoon tjak, keiharde strepen waren het, hè? Ja. Hokjes. Ja. Had zich niet gerealiseerd. Hè? Wat was Bommel voor mannetje in het begin? Wel, hij is eigenlijk in de oorlog geboren. Hè? En daarom heb ik toen een figuur van hem gemaakt die ik dacht dat hij uit Amerika kwam. Ik dacht dat is een symbool van de vrijheid. Een soort toerist. Een toerist. Ja. En inderdaad waren zijn manieren niet Europees. Die waren meer Amerikaans dan
Ik wil hiermee niets tegen de Amerikanen zeggen, hoor. Maar die hebben toch een vrijere manier van optreden, hè. En hij was toen een patsertje, zoals u zegt. Dat heb ik niet gezegd, hoor. Nee. Maar hij is zo langzamerhand, heeft hij zich aangepast. Hij heeft ook een voorvaderlijk kasteel gekocht. Zodat hij helemaal één was met de natuur en met de cultuur. Ja. Die Bommel, die is wel iemand die veel brokken maakt, hè. En als we die lijn dan doortrekken, dat u zegt, een deel van mij zit in die figuur. Bent u ook iemand die in het leven veel brokken heeft gemaakt? Ik heb er minder gemaakt dan ik gemaakt zou hebben als ik geen vrouw had gehad, bijvoorbeeld. En altijd goede vrienden had gehad. Ik ben iemand die te veel op zijn gevoel vertrouwt. En dat heeft zijn goede kanten, heb ik bewezen, geloof ik. Maar ook gevaarlijke kanten, hoor. Maar welk type brokken voorkomt een vrouw in uw leven dan bijvoorbeeld? Die is praktischer. Een vrouw is algemeen praktischer. U bent niet praktisch? Ik ben niet praktisch, nee. We hebben een paar grote fans van u op de tribune, die ik toch even wat wil vragen. Meneer Compier, u heeft een brief ingezonden destijds aan de NRC, hè? Ja, dat klopt. Waarom? Ik vond het jammer dat het afgelopen was. Het betekende voor mij het einde van een, nou, ik mag best zeggen, jarenlang dagelijks ritueel. Vanaf 1964 heb ik dagelijks de Bommel, eerst uit de Volkskrant, later uit de NRC geknipt. En dan maakte ik er wekelijks, plakte ik ze in. En als de aflevering afgelopen was, maakte ik er een boekje van. In de laatste jaren ook met een zo vrij mogelijke kaft. Wie heeft nou de grootste sympathie van alle figuren bij u? De grootste sympathie? Ja, niet Bommel. Ik vond Tom Poes sympathieker. Bommel heeft toch ook wel vervelende kant. Het is een zeurpiet. Hij doet nogal aan zelfbeklag. En kan heel kinderachtig doen. In de trant van Tom Poes heeft me een beetje geholpen. Nou, dat is absoluut niet waar. Tom Poes hield hem geweldig, hè? Ja. Als Tom Poes er niet was geweest, was Bommel, had meneer Toon er waarschijnlijk al lang uitgeschreven geweest met zijn afleveringen. Bullebas lijkt u wel een beetje op, vind ik. met wie vindt u Bullebas te vergelijken, behalve met uzelf? Bullebas vind ik ineens weer een eigen tijdsfiguur geworden. Want ik denk dat als Bullebas commissaris was in Groningen, dan was Hans Ouwerkerk waarschijnlijk nog burgemeester. En dat heeft gewoon te maken met zijn krachtdadig optreden. We hebben meer Bullebassen nodig in dit land dus. Nou, dat gaat me wel iets te ver, maar laat ik het zo zeggen. Bullebas die houdt van optreden. Desnoods rukte hij uit voordat er iets in de hand was. Ja, dat zijn de beste, hè? Ja, dat zijn uitdrukken, de terwijl je denkt, er zal wel eens een keer daar wat kunnen gaan gebeuren. Wat vindt u van het huwelijk eigenlijk van Bommel en Doddeltje? Nou, ik vond het eigenlijk niks. Als je zoveel jaren vrijgezel bent geweest en je gaat dan trouwen, dan moet je echt iets speciaals hebben. En dat vond ik zijn buurvrouw bepaald niet. Nee. Bent u zelf getrouwd? Nee. Nee, dat zegt alles. meneer Wijman is bioloog. U moet dan iets met Dorknoper hebben, hè? Een van die figuren uit het boek. Heeft u wat met Dorknoper? Nou, ik ben al een jaar of 10 werkzaam bij het ministerie van Vrom. En de ambtenaar Dorknoper, ja, die ligt mij wel na aan het hart. Die kom je daar wel tegen, hè? Nou, nee. Want wat Dorknoper niet heeft, dat is humor. En dat hebben we bij het ministerie van Vrom wel degelijk. Ja, daar ligt iedereen de hele dag in een deuk, hè, neem ik aan. In ieder geval weten we met plezier te werken. Ja, het is iets anders dan humor, plezier werken. Goed. U heeft wel eens gezegd, meneer Toner, er is in mijn leven veel narigheid geweest, maar altijd gebeurde er wel weer iets waardoor het goed kwam. Juist. Is dat altijd zo geweest? Dat is altijd zo geweest, want anders zou ik hier niet zitten. Nee. Want na 56 jaar huwelijk is een bekend feit, overleed uw eerste vrouw Fini in 1990. Zij heeft trouwens die naam bedacht, hè, Tom Poes? Ja. Daar ben ik nu pas achtergekomen. Hoe is dat gegaan? Dat was die strip die was geaccepteerd door de krant. Die zei dat is een aardig figuurtje. En we wilden die wel hebben, maar je moet een hele goede naam hebben om die strip populair te maken. En er was een deadline. Dat wil zeggen, overmorgen moeten we die naam hebben. Dan staat hij in de krant. Toen ik zat te piekeren, toen kwam mijn vrouw thuis. En die had, het was in de oorlogsjaren, die was erin geslaagd om een soort gebakjes te krijgen in die bakkerij. En die zag mij zitten piekeren en die zei, waar pieker jij over? Toen zei ik de naam voor die poes. En toen maakte ze die doos open, daar zaten Tom Poes erin. Ik zei, waarom noem je dit niet Tom Poes? Zo simpel is het gegaan. Zo simpel, ja. Het lijkt een geniale vondst, maar het kwam uit de gebaksdoos. Ja. Geweldig. U heeft toen een tijd alleen geleefd. U werd op uw 83ste uiteindelijk weer verliefd. Ja.
U bent hertrouwd en ook die tweede vrouw is kort daarna overleden. Ja. Hoe eenzaam is het nu in het grote huis tussen de zee en de wind? Ja. Ja. Eenzaam dus? Eenzaam. Ja. En heeft u dan wel eens iets van, ik zou wel terug naar Holland willen, omdat ik daar veel mensen ken, of niet? Blijft toch vinden dat Ierland uw land is? Dat is het geworden, ja. Als je daar 30 jaar gewoond hebt, ben je meer Ier dan Hollander. Maar je moet nooit denken dat je een Ier wordt. Je wordt geen Ier. Dus ik zit er tussenin. Ja. Ik heb mijn eigen wereld nog altijd. Je nadert het moment waarop je toch ook over het afscheid van het leven gaat denken. En een van de hele interessante stellingnames die ik ooit van u gehoord heb, is dat u zei, ik geloof in reïncarnatie, maar in beperkte mate. Ja. Hoe zit dat? Ik heb vroeger gedacht dat je weer herboren werd zoals je was. Dat geloof ik niet meer. Ik geloof dat je je persoonlijkheid, wat je persoonlijkheid noemt, dat je die kwijtraakt. Want er zijn zoveel aangeleerde dingen die je veranderd hebben. Hoe je echt bent, dat is een studie op zichzelf. Als je in jezelf verdiept, ben je iemand anders dan je dagelijks voordoet. Dus een letterlijke reïncarnatie geloof ik niet meer in. Maar het leven zelf, wat je in je hebt, ik geloof dat dat eeuwig is. Leven gaat niet dood. Wat dood gaat, dat is het omhulsel. Ik heb dat nou al een paar keer gezien. Ik heb het ongeluk gehad om veel doden om me heen te zien. En ik weet, op het moment dat ze gestorven waren, zag ik alleen nog maar een pop. Ze leken nog wel goed. Ze leken zoals een goede beeldhouwer ze zou maken. Maar ze waren het niet meer. Wanneer het leven eruit is, dan zijn ze anders. Dan is het inderdaad een stoffelijk omhulsel. Daar ben ik me erg van bewust. Dus ik geloof wel dat het leven, wat je je hele leven lang probeert te kennen, dat dat onsterfelijk is. Maar niemand kent zichzelf. Dat is op zichzelf een heel moeilijke opgave. Een van de allermoeilijkste, denk ik. Je houdt jezelf voor de gek en je speelt een rol. Maar dat geloof, dat was heel sterk ook in Thera, mijn tweede vrouw. Die is heel tevreden daarmee gestorven. Fidien ook trouwens. Dus dat is een soort geloof. Ja. Ik had nog heel veel vragen, maar u heeft het zo mooi verteld dat ik eigenlijk met uw welnemen een eind aan het gesprek wil maken. Dank voor uw komst, meneer Toon. Tot slot ons beeld van vanavond. Tanja Kamphorst. Ze studeerde ooit pedagogiek, maar gaat nu door het leven als, nou ja, we zien het wel, de toren van Pisa, zou je zeggen. Maar het ligt iets genuanceerder, hè, Tanja? Want wat ben je? Wat beeld je uit? Ik beeld de Mona Pisa uit. De Mona Pisa, dus een combinatie tussen de Mona Lisa en de toren van Pisa. Juist. Ja. Sta je zelf ook heel scheef? Nou, ondertussen wel, maar het wint. Is het vol te houden? Ja hoor, prima. Verdien je er wat mee? Kan je ervan rondkomen? Nou, ik verdien natuurlijk een stuk meer dan ik in werkelijkheid krijg. Goed, je was prachtig. Dank je voor je komst. De Mona Pisa. Mooi. Dat was het voor deze week. Volgende week donderdagavond zijn we er weer. Heel graag. Tot dan. Dag.